Ik ben Elisabeth en ik ben student pedagogie en ik ben 20 jaar. Ja, ik gebruik mijn gsm eigenlijk constant. En wel vooral om te bellen en te sms'en. Internet heb ik laten afsluiten. Omdat ik meestal mijn pc ook altijd in de buurt heb en ik daarmee wel op internet kan. Maar voor de rest, ja, ik heb hem constant bij mij. Een Samsung. En ja, je kunt er wel mee op internet, maar dat heb ik dus laten afsluiten. En voor de rest, ja, is er niet zoveel speciaal. Touchscreen, ja. Zo tof. Ik denk dat ik één iemand ken die internet op zijn gsm gebruikt. Wat Eline volgens mij vooral op haar gsm doet, als ze op internet zit, is ten eerste Facebook staat altijd aan. En ten tweede Toledo checken of eens zien welke slides dat erop staan. Of gewoon op internet alles opzoeken waar we ergens over twijfelen of foto's laten zien. Of ja, eigenlijk alles. Bij Mobistar. Eerst Proximus en dan Mobistar. De Tempo Music. Zoveel gratis sms'jes en zoveel gratis belminuten. Omdat de meeste van mijn vrienden allemaal Mobistar waren en zo, en enkel ons papa alleen nog Proximus was. Ik neem foto's met mijn gsm, maar enkel ja, om op de pc te zetten of gewoon toffe herinneringen. Of om foto's te laten verschijnen als mensen dan. Gewoon het grappige. Facebook gebruik ik veel, ja. Voor de rest niet. Vroeger zat ik op Netlog, maar dat heb ik achterwege gelaten. Dus nu enkel nog Facebook, maar dat gebruik ik wel veel. Ook veel handiger dan Hotmail, heb ik de indruk, want iedereen zit op Facebook en dat is wel handig. Ja, met mijn vorige gsm kon ik eigenlijk maar 2 liedjes op mijn gsm gezet krijgen eigenlijk, omdat het geheugen zo klein was. En sinds toen heb ik een MP3 gekocht en luister ik daar altijd ja, muziek op. En ondertussen, mijn broertje heeft dan een deftige gsm gekocht en die luistert er altijd muziek op. En die batterij gaat, ik weet niet hoe snel, af. Dus dacht ik, ga dat slim bekijken en ik ga gewoon mijn gsm houden voor het sms'en en bellen en een p3 voor de muziek. Dus nee, eigenlijk luister ik er geen muziek op. Nee, niks geïnstalleerd eigenlijk, zelfs nog niks gespeeld zelfs. Maar ja, er staat wel veel op, heb ik gezien, want in de les spelen ze daar af en toe wel mee langs mij, maar nee, ik zelf ben daar niet zo mee bezig. Er zijn een paar meisjes in mijn les die daar echt gek van zijn en die zijn zo helemaal into Apple en al die dingen en ja, die zijn daar wel ook heel hard mee bezig. Maar voor de rest, nee, de meesten zorgen gewoon dat ze iets hebben waar ze mee kunnen bellen en sms'en en voor de rest maakt het niet zoveel uit, denk ik. Toch wel een iPhone misschien, ja. Gewoon omdat het er chic uitziet en om, ja, ik weet niet. Het oogt wel tof, vind ik. Tof. Nee, ik vind het heel tof. Tof om mee te spelen. Daar zou ik me wel lang mee kunnen bezighouden, denk ik. Misschien dat het ook gevaarlijk is. Ik denk dat ik daar altijd mee zou bezig zijn dan.